geshopt te hebben en even bijgekomen te zijn van een wijntje, begin ik eigenlijk wel een beetje honger te krijgen. En ik zie een heel verrassend plekje en daar gaan we nu naartoe. Ja, Cheryl, leuk dat we weer eventjes met je mee mogen. We zijn aangekomen bij Cornelis Bar & Kitchen. En zoals je ziet staat het vlak naast het stadhuis. Ja, en het duurt weer niet lang voordat Cheryl haar wijn weer heeft gevonden. Je kunt hier terecht voor allerlei gelegenheden. Bijvoorbeeld een bedrijfsuitje waar een speciaal arrangement voor wordt samengesteld. Het eten is vooral Amerikaans geïnspireerd met Franse aspecten. Zowel vis, vlees als vegetarisch. Ik sta bij mijn smoker. Ik ga nu pulled pork maken. Een groot stuk varkensvlees, gemarineerd. Hij gaat 12 à 14 uur in de smoker. In de avonden worden er vaak borrels en feesten georganiseerd. En zo nu en dan komt er zelfs een bekende DJ optreden. En zie jij jezelf hier al helemaal van een hapje of drankje genieten met je vrienden? Breng dan je stem uit op de site. En dan gaan wij door naar een andere culinaire hotspot in Rotterdam.